What's up, dames en heren? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe metervoorspelling. En je ziet het hier misschien al. Er zit geen glazen plaat meer voor mijn computer. En dat is omdat ik wat met mijn computer aan het pielen ben. En ik ga vandaag iets doen waar ik best wel zenuwachtig voor ben. Ik ga mijn GPU openschroeven. Wellicht dat ik er nog een YouTube video van ga maken. Maar ik ben op dit moment een beetje aan het experimenteren met het minen van Ethereum. En dat dan uiteraard omzetten in Bitcoin. En daar schijnt een RTX 3080 uitermate geschikt voor te zijn. Dat is een van de redenen ook waarom je ze echt nergens kan krijgen. Ze worden echt gescalpt door al die cryptominers. Dus ik ga even zelf kijken hoe het zit, ja of nee. Alleen de VRAM wordt echt veel te heet. Dus ik heb thermal pad gekocht, nieuwe koelpasta gekocht. Ik ga hem openschroeven en kijken of we dat kunnen gaan verbeteren. Okay, verder niet interessant voor de meeste van jullie, maar ik vind het toch interessant om het er even over te hebben. Ik ben een blijven nerd natuurlijk. Laten we gelijk gaan naar de wedstrijd van vandaag. Want om 16:45 staat PEC Zwolle tegen Ajax op het programma. En helaas hadden we vorige keer tegen Young Boys wederom niet gelijk in onze meeste voorspelling. Ik ga heel even wat puzzelen. Want hoe gaan we spelen? Gaat Kudu spelen? Ik denk het wel, maar Alvarez ga je niet eruit halen. Die speelt echt de pannen van het dak momenteel. Anthony, ik vind hem niet een hele sterke doen momenteel. Daar gaat Neres voor mij vandaag spelen. Mazraoui, daar gaat Rens spelen. Sorry Rens, of sorry Mazraoui, maar volgens mij ben je nog steeds geblesseerd. Timber, ik denk dat het voor Blind ook nog steeds te vroeg komt. Dus dan staat daar Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberg, Klaassen, Tadic, Neres en Aller in de spits. En ja, ik wil echt heel graag Kudus erin zetten, maar ik zou niet weten wie ik eruit zou moeten halen. Dus ik denk dat we het zomaar heel even gaan laten. Ja, laten we het op deze manier gaan doen. Komt-ie. Uitwedstrijdje dus. Naar de fantastische overwinning natuurlijk tegen Young Boys. Daar had veel meer gescuurd. Had veel meer gescuurd kunnen worden. We waren de eerste helft ook echt al herenmeester. En creëerden zoveel kansen. Alleen dan merk je toch dat Ajax een beetje die killer mentaliteit mist in de box. Hè? Daar hebben we het volgens mij al een keertje eerder over gehad. Ze maken het gewoon niet af. En dan maak je het zeker nog tot aan de 60ste minuut. Maak je het jezelf erg lastig, want weet je hebt de wil nog niet gebroken van je tegenstander, ondanks dat je veel beter bent. En één tegengoal is op dat moment natuurlijk funest, maar uiteindelijk eindgoed al goed. 3-0 voor Ajax, eigenlijk een walk in the park was het wel, zou ik kunnen zeggen, met een hoofdrol. Voor Edson Alvarez. Die deed het echt fantastisch. En, weet je, we zijn op het begin kritisch op hem geweest. Ik ook. Terecht denk ik ook wel. De jongen werd gehaald voor aardig wat knaken. Scheen een grote belofte te zijn. Heeft het tot dusver nog niet echt waar kunnen maken bij Ajax. Maar de laatste weken. En nogmaals, je kan het niet loszien denk ik van zijn vrouw en kinderen. Die kind, moet ik zeggen, niet kinderen. Die eindelijk naar Nederland mochten komen. Hij is een gevoelsmens. Dat had hij natuurlijk al van tevoren gezegd. Nee. Nou, dat trucje, het werkt gewoon niet meer. Het is gewoon veel te langzaam en te doorzichtig. De computer heeft me door. En we spelen uiteraard ook weer op de hoogste moeilijkheidsgraad. Dat ging vorige keer tegen Young Boys goed. 2-1 gewonnen. Kantje boord wel. Emotionele rollercoaster. Maar we hebben het gewoon gedaan. En we hebben al eens een keertje eerder gewonnen. En een keertje eerder verloren. Laten we kijken hoe we dat vandaag voor elkaar kunnen krijgen. Zal Ten Hag wat spelers rust gunnen? Ik weet het niet. Ten Hag blijft nog heel strijdig met de competitie. Begint pas in maart. Ik weet niet of ik daarmee eens ben. Zeker niet als je zo ver voor staat als Ajax dat op dit moment doet. En dan kun je wel zeggen, ja, Ajax heeft natuurlijk ook wel eens vaker flink achtergestaan. In de helft van het seizoen. 10, 11 punten. En dat ook nog wel eens een keertje goed gemaakt. Maar dit is echt een heel dominant Ajax. Met gewoon een veel betere selectie dan de concurrentie. Dus ik maak me wat dat betreft daar wat minder zorgen over. En die spelers van PEC zijn wel erg snel, moet ik zeggen. Ja, ik probeerde net de verkeerde kant op te draaien. Dat had ik niet moeten doen. Maar je ziet het, hè. Als je speelt tegen
tegen de hoogste moeilijkheidsgraad. Ze zijn sterk in balbezit. Het is moeilijk om ze van de bal te krijgen. Ze voetballen er makkelijk doorheen. Kijk, doen ze hier ook weer. Kijk, nu hebben we hem. Kom op, rennen, rennen, Neres! Dan zeg ik Klaassen laten gaan, gek. Yes! Ja, prachtig. Prachtig uitgevoerde counter. Sebastian Haller. Met de 0-1. Laten we hopen dat hij zijn vorm weer terug heeft gevonden. Wat de laatste wedstrijd. Tegen FC Groningen. Oh, wat was hij slecht, zeg. Iedereen mag wel eens een off day hebben natuurlijk. Maar oh, wat was hij daar slecht. Wat een heerlijk doelpunt. Echt een spitse doelpunt. En dat willen we natuurlijk meer zien van Haller. En dat heeft hij dit seizoen ook al vaak genoeg laten zien. Heeft nog moeite met het meevoetballen. Maar je kan, zeker als je zijn statistieken erop naslaat, kan je hem niet verwijten dat hij niet efficiënt en effectief voor de goal is. Ondanks dat het meer had kunnen zijn. Absoluut. Krijg je natuurlijk als Ajax-spits krijg je ook meer kansen als wanneer je bijvoorbeeld bij West Ham voetbalt. Dus daar is niks mis mee. En over Ajax-spitsen gesproken. De kogel is door de kerk, jongens. De kogel is door de kerk. Het zat er natuurlijk al wel een tijdje aan te komen. Maar Brian Brobbey vertrekt naar Red Bull Leipzig. En ik zal zeggen, dat is bijzonder jammer. En terwijl hier de lamp in één keer schiet op een andere kleur. Geen idee waarom. Dat is ontzettend jammer. Die jongen is groot talent. En ik denk dat we ook wel kunnen stellen dat hij de laatste weken toen hij inviel. Op het begin had hij nog wel moeite ermee, maar de laatste weken dat hij invalt, vind ik hem een sterke indruk maken. Betrokken bij... Oh mijn god, dat was heel amateuristisch. Daar liet ik me wel kennen, zeg. Vind ik dat hij het heel erg goed doet. Betrokken bij veel doelpunten. Doelpunten gescoord, dreigend. Goed om te zien. Jammer dat het dan zo moet eindigen, maar om heel eerlijk te zijn... Dit is gewoon een puinhoop geworden. Ja. Ik merkte al toen hij er voorbij was. Die ging niet meer inhalen. Ik had misschien aan zijn shirt moeten trekken, maar... Riskeer je weer een penalty. Ik had gehoopt dat Stekelenburg in deze game zou hebben, maar... Kijk. Ja, nee, moeilijk. Al moet ik zeggen dat ik Stekelenburg in game niet een hele sterke keeper vind, hoor. Reageert hier ook weer vrij laat. Maar ook die vorige wedstrijd. Toch één afgekeurde goal dan, maar... Waar hij er ook niet goed uitkomt. En dan... En die ene goal op het einde had hij ook gewoon moeten hebben. Ik heb het over in-game Maarten Stekelenburg, hè? Niet in het echt, in-game. Jammer, want ik denk dat hij beter is dan dat. Alvarez. Weer terug bij af. 1-1. Zo snel kan het gaan natuurlijk. Je hoeft de tegenstander maar een klein kansje te geven. En je bent gezien. En dan gaan we gewoon opnieuw bouwen aan een aanval. Maar het is moeilijk om de aanvallers te bereiken hier, merk ik al wel. It's with Martinez. Peck die leunt toch achterover. Nou, Haller. Dit moet je maken! Dit moet je toch maken, man! Hoe dan? Ach, jongen. Dit is het moment voor een spits, hè? Nou, maak hem maar goed dan. Helaas. And it's gone out of play. Goal kick coming up. Maar wat ik zei, het hele gedoe rondom Brobbey is gewoon één grote rotzooi geworden. En daar valt niet echt 1, 2, 3 een schuldige partij voor aan te wijzen. Al lijkt de Telegraaf een andere mening toebedeeld. Ik denk van niet. Oh. Deze kansen moeten zitten, jongens. Ajax... wilde natuurlijk aan het begin van het seizoen al het contract verlengen met Brian Brobbey, zoals ze dat ook met andere talenten hebben gedaan. Daar zijn ze toen niet uitgekomen. Nou, dat kan. Daar is niks mis mee. Brian Brobbey, groot talent. Brian Brobbey wilde een beter plan voorgesteld krijgen. Nou, oké, dat is ook zo gebeurd. Maar die contractonderhandelingen lieten zo lang op zich wachten, dat Ajax een beetje in een
ja, penibele situatie kwam. Waarbij het ook moest denken aan de toekomst en daarbij Allaire heeft aangetrokken. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid was over Bobby. Ja, weet je, je moet je risico's afdekken. Dat kan je Mark Overmars niet kwalijk nemen. En die heeft dus Sebastian Allaire toen gekocht. Want ja, hij wist niet of Bobby zou blijven. Dat leek een moeilijk verhaal. Hij heeft hem niet opgegeven. Maar dat leek een moeilijk verhaal. En dus moest hij wel wat. Ajax Sebastian Allaire gekocht. Uiteindelijk verlengt Brian Brobbey niet. En dan kan ik het heel eerlijk gezegd ook begrijpen vanuit het kamp van Brian Brobbey. Vind ik dat hij had moeten bijtekenen? Ja. Vind ik dat hij met de Red Bull Leipzig een slechte keuze heeft gemaakt? Nee, dat denk ik niet, om heel eerlijk te zijn. Ajax heeft Sebastian Allaire gekocht, wat natuurlijk een record aankoop is. Die staat gewoon basis. Die staat zeker de eerste paar jaar gewoon basis. Er moet echt heel wat gebeuren, wil Sebastian Allaire zijn plek kwijtraken. Zoals continu spelen, zoals hij dat tegen Groningen misschien deed. Maar, nee, maar dat is de onbetwiste nummer 1. Dat is geen discussie, dat weten we. En dat weet hij ook. En hij heeft gewoon eieren voor zijn geld gekozen. En ik denk dat het zowel financieel gezien een stap omhoog is voor hem. Hij gaat volgens mij iets van 2 miljoen, of als het niet meer is, verdienen bij Red Bull Leipzig. Bij Ajax kon hij maximaal 1 miljoen verdienen. Wat een hoop geld is voor een 19-jarige speler. Maar ja, als je dubbele kan verdienen en je perspectief is niet minder. Hij gaat naar een zwaardere competitie. En hij moet hem maar gaan laten zien. Hij moet maar die basisplaats gaan veroveren. Maar dat had hij bij Ajax ook gemoeten. En als hij echt zo goed is als dat iedereen denkt dat hij is, dan heeft hij toch een goede keuze gemaakt. Met Nagelsmann heeft hij een goede coach. Red Bull Leipzig is een club die jeugd de kans ook geeft. En hij verdient daar heel veel meer. Ja. Het is niet raar. Ik vind het niet raar. En ik snap dat de emoties bij sommigen hoog oplopen. Ik zag de brief van de sportsvereniging van Ajax. Ja. Ik snap de rancune, maar ik vind het niet helemaal eerlijk. Weet je, dit is gewoon een zakelijk geschil. Zo zie ik het. En ja, daar moet je mee leren leven. De jongen heeft zijn contract uitgediend. Is Ajax niks verplicht. Dus het is prima zo. Jammer, maar het is prima zo. Nagelsmann is in ieder geval erg enthousiast. Hoopt dat Leipzig met Bobby een soort nieuwe Lukaku heeft aangekocht. En laten we kijken of we nu alsjeblieft een grotere kans kunnen creëren. We gaan hem weer voorgeven. Ach, jongen. Yes! Ik zag het niet meer gebeuren, hoor. Ik dacht, wat is dit nou weer? Die twee liepen tegen elkaar op. Met Davy Klaassen, met de omhaal. En Ajax weer een voorsprong. Ja, dit doet hij in het echt niet, hoor. Dat doet hij anders nooit. Kijk. Tegen de verdediger van Pek Zwolle aan. Balverrichting veranderd, keeper kansloos. Ajax op 1-2. Hartstikke mooi. Maar dat is dus eigenlijk het laatste wat ik wilde zeggen over Bobby. Ik vind het ook, net zoals vele anderen, denk ik, ontzettend jammer. Maar het is wat het is. En ik denk dat er niet echt een schuldige partij is aan te wijzen. Er is bluffpoker gespeeld. Mark Overmars zijn hand is geforceerd. Doordat hij Allaire heeft aan te trekken. Dat is de schuld van Raiola en Bobby. Maar het feit dat Ajax Allaire heeft gehaald en daardoor Bobby niet verlengt. Ja, dat is dan weer de schuld van Ajax. Althans, dat is het domino effect ervan. En het is wat het is. Het is wat het is. Prima toch. Ja. Laten we vanmiddag eerst maar gewoon gaan winnen tegen Pek Zwolle. Nieuwe coach geloof ik. Bert Konteman. Ik moet altijd als ik die naam Bert Konteman hoorde, ik moet lachen. Kijk, ik kom natuurlijk uit Arnhem. En hij heeft ook bij Vitesse gevoetbald. En er ging zo'n verhaal bij Vitesse. Bert Konteman, natuurlijk een mooie carrière gehad. Oranje gehaald, noem het allemaal maar op. Dat is fantastisch. Maar die jongen had een bijgeloof. Echt een heel grappig bijgeloof. Hij moest altijd een oranje slip aan. Anders speelde hij geen goede wedstrijd. En die man had dus altijd, in ieder geval in zijn tijd bij Vitesse, had hij altijd een oranje slip aan.
Anders speelde hij geen goede wedstrijd. Ik vind dat echt hilarisch. Yes! Oh, 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 oh. Wat ben ik een fan van Davy Klaas op 10. Heerlijk zeg. Wat een heerlijke speler. Altijd die aanvallende impulsen de 16 in. En dan weet je, als je hem voorslingert. Grote kans dat Klaassen daar staat. En dan staat hij gewoon weer. En dit keer weer in tweede instantie. Kopt hem hier binnen. Keeper houdt knap tegen. En heeft hem dan voor het intikken. Loopt daarna tegen de paal aan. Oh ja. Kijk, hier loopt hij. Hup. Wauw, de camera is gedoken. Zag je dat? Dat is over dit eye. Netjes gedaan, EA. Netjes gedaan. Goeie goal, zeg. Oké, gaan we heel even wisselen. We zetten Bobby erin. De veelbesproken man inmiddels. Kudu zetten we ook heel even erin. Voor Klaassen. Die krijgt een publiekswissel. En dan Idrissi. Voor Tadic. Kijk, 1-3. Moet genoeg zijn natuurlijk. En dan gun ik deze jongens ook wat speeltijd. Ik had inmiddels nog meer verwacht van Idrissi. Lijkt niet zijn kans te grijpen. Of niet de kans te krijgen. Het een of het ander. Ik weet niet wat er precies is. Ik ga ervan uit dat Erik ten Hag hem gewoon eerlijk beoordeelt natuurlijk. Ik heb niet voor niets ook daarmee uitgesproken om Idrissi naar Amsterdam te halen. Maar hij valt me tegen. Ik had er meer van verwacht. Althans, ik had verwacht dat we al meer van hem hadden gezien. Lijkt niet de goede kant op te gaan. Ten Hag nog steeds zeer tevreden over hem. Maar ja, wat moet hij anders? Het is niet zo heel raar natuurlijk om dat uit te spreken. En Pek Zwolle hier aan de bal. Kijk, wat ik zeg, het is af en toe moeilijk die bal te onderscheppen hoor. Maar het lukt vooralsnog. Of het lukt niet vooralsnog. Maar het komt wel goed. Hoop ik. Laten we het hopen. Ik heb geen zin in een spannende slotfase. 1-3 is prima. En misschien nog een mooie counter. Oeh, daar is een Bobby er bijna tussen. Misschien nog hopen op een mooie counter. Nee, nee. Stekelenburg, deze moet je toch gewoon klem hebben, man. Hij kan daar ook helemaal niks meer, joh. Kijk, recht op de keeper af, die moet hij hebben. En dat zie ik veel bij Stekelenburg in deze game. Stoot alles weg. Vaak ook nog in de voeten van de tegenstander. Niet doen. Pek Zwolle nog met een laatste wissel. And firing it into the area. That's all they can conjure for now. Nee, hele slechte aanname van Kudus. Trouwens, die documentaire, volgens mij had ik dat al gezegd. Penny weet ik niet Clement. Zeker donderdag, maar die documentaire van Kudus. En trouwens die documentaire van de Sar op Ajax YouTube. Fantastisch zeg. Wat een toffe mini-docus. Dat doen ze bij Ajax echt heel goed. Het mediateam bij Ajax, echt on another level man. Echt heel goed gedaan. Dat geeft een unieke blik achter de schermen over hoe het eraan toe gaat bij Ajax. Ik vind het mooi om te zien. En je merkt ook echt dat het een vriendenteam is. Het doet me goed. Vet gedaan van Ajax. Dus ga het kijken. Mocht je dat nog niet hebben gezien. Kudus the Dream heet het volgens mij. En de Van de Sar doc. Twee pareltjes van Ajax Media. Die je absoluut niet mag missen. Dat moet je zeker gaan kijken. Ajax tegen Pek Zwolle. Misschien had je een doelpunt te Verstijn verwacht vanmiddag. Maar de meeste voorspelling zegt 1-3. En als je ergens vanuit kan gaan, dan weet je dat de meeste voorspelling altijd mis zit. Maar niet in het resultaat. Dus als ik zeg dat Ajax wint, dan gaat Ajax winnen. Ajax gaat winnen vandaag, jongens. Hier een doelpunt van Haller en twee van Klaassen. Ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag bij de wedstrijd. 4:15 dus. Mocht je deze video nou tof vinden, laat dan even dat duimpje omhoog achter. Daarmee help je het kanaal enorm. En vergeet niet te subscriben als je meer van dit soort video's wil zien. Bedankt voor het kijken, jongens. Nog een hele fijne dag verder. Later, hè. Ciao.